Hoe ziet het betalingsverkeer in 2020 volgens u uit? Nou, dat is eenvoudig, gemakkelijk en met de snelheid van een e-mail. Ik verwacht ook dat het tegen hele lage kosten zal zijn. Of misschien zelfs wel gratis. En ik verwacht dat een behoorlijk deel van de infrastructuur gebruik gaat maken van de blockchain technologie. Betekent dat er ook gebruik gemaakt gaat worden van big data? Ja, dat verwacht ik zeker. Kijk, banken zitten op een bulk van data en banken die zouden daarmee toegevoegde waarde kunnen creëren voor de individuele klanten. Door data te analyseren, te verrijken en op die manier dat als informatie te brengen naar klanten, zodat ze daar toegevoegde waarde kunnen leveren. Daarnaast zie ik mogelijkheden om risk en security te verbeteren, waardoor het betalen uiteindelijk veiliger gaat worden. Want bij big data is cybersecurity natuurlijk wel een groot punt. Oh ja, zeker. Cybersecurity is een punt. En daar zit je natuurlijk altijd in het continue spanningsveld tussen aan de ene kant het gemak en aan de andere kant het veiligheid. En wat natuurlijk een uitdaging is voor organisaties en voor banken om zich klaar te maken, om adequate responses te kunnen geven op de continue aanvallen die altijd zullen blijven.